Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik met Joost, die achter de camera staat, gaan we thrift shoppen. En dit keer gaan we home thrift shoppen. En ik heb een kleine challenge en dat is dat we voor elkaar dingen voor ons huis moeten kopen. En ik ben heel benieuwd, want we zijn hier nog nooit geweest. Ja, let's go. Dit is Jos. Nee, dit is Joost. Hallo. Ja, ik ben echt benieuwd. Ik ben ook echt benieuwd. Het is een beetje gek, want er is niet echt een ingang. Kijk, er is een ingang. Secret. Maar ze zeggen dat het heel groot is ook. Dus. Ja. Oké, we gaan naar binnen. Let's go. Gaan we hier naar binnen? Ja. Oké. Okay. Ik heb er ook zin in, maar het is een beetje secret. Wow, kijk al die spullen. Holy shit. Alsjeblieft. Succes, hè? Mm-hmm. Om eventjes een beeld te geven wat voor interieur Josie heeft, hier een paar foto's. Ik moet echt goed zoeken. Dit vind ik echt iets voor Josie de interieur. Zij zegt heel veel met beige en wit. I love this. Hij is 3 euro met dit, denk ik. Dus dat ga ik nemen. Ik vind deze echt super mooi. Hij is van Ikea, maar er staat geen prijs op. Ik wil heel graag deze spiegel. Misschien ook gewoon voor mezelf. Maar ik weet dat zij die ook heel mooi vindt. Maar ik weet niet wat die kost. Kijk, zo'n oude telefoon. Oh my god. Er zijn zoveel spullen, je moet echt zo goed zoeken. I love it. Oh god, ik vind dit zo mooi. Het past ook echt bij haar interieur, maar wat doe je hierin? Ik doe het gewoon erin. Wat doe je hiermee? I don't know. Let's keep searching. Ah, daar ben je! Moeilijk, hè? Ik heb 2 dingen, maar 1 ding weet ik niet waar je ermee moet doen. Het is wel echt zoeken, maar dat vind ik nou juist wel leuk. Jij? Ja, dat is de challenge. Dat is de challenge, maar het is... Kijk hoeveel spullen, jongens. Ik krijg er bijna een paniekaanval van. Oh, zo cute. Volgens mij heeft ze al zoiets. Het is zo cute. Heb je nog een scootmobiel nodig? 400 euro. Moet je het hebben? Kijk, ik heb nu deze 3 dingen. En eigenlijk vind ik de tas ook voor mezelf leuk. En het is ook niet echt home, maar ik zag hem gewoon liggen. Dus, hè. Oh, pretty. Oké, ik ga nog heel even kijken voor Joost. En daarna gaan we voor onszelf kijken. Samen. Oké, we zijn klaar voor elkaar. Het is best wel moeilijk, hè, voor elkaar. Nee, maar ik denk, ik had zelf heel veel dingen, maar ik dacht, ja, you don't need it, weet je wel. Ik vond dat het best wel lastig, zeg maar, kleine dingetjes te vinden zijn. Ja, maar, klopt. En wij hebben ook een beetje dezelfde stijl. Ja. En ik zag niet echt heel erg gouden details. Nee. Het was net, zeg maar, zo, wat net niet in is, zeg ja. Maar. Dat is best wel lastig. Oké. Okay. Maar wil je het zien? Oké, doe jij maar. Ik weet niet eens wat het is. Oh. Maar... Ja? Nou, omdat we allebei van astrologie houden, hoor. Zag ik. Oh my god! Ja, ik weet niet. Girl, jij hebt echt eens meaningsvol. Maar meaningsvol. Snap je? Ja, onderzetten maar, of zo. Weet je wat stomme is? Oh! Maag zit er niet bij. Ja! Ja, daarom. Geef je me een present zonder maag? Nee, daarom. Tenminste, ik... Oh my god, het is zo cute! Huh? Wat staat erachter dan? Libra. Wat is dit maar? Quality, oh, element. Oh my god. Maar er zit 3 keer weegschaal in. Dus ik weet niet wat het is. Ja, ik weet het. Snap je? Made in Finland. Maar ik denk dat gewoon een onderzetter. Ja, maar... Ook vind ze die echt heeft zo'n klein glas. Ik hè? Het is wel cute. Het is maar echt heel leuk. Deze ook. Ja. En hoeveel zijn ze dan? Volgens mij is het 3 euro per set. Oké, nee, je bent wel geslaagd. Ja? Ik vind het meaningful. Ja, ik vind het echt leuk. Ik had deze niet gezien. Zo jammer dat maag er niet bij zit. Maar dat kan toch bijna niet? Nee, want er zitten 3 keer weegschaal in. Hierin? But thank you. Thank you. Nee, vind ik leuk. Ik had het niet verwacht. Ja? Oké, nu ik. Ik dacht, we moeten het pakken. Ja.
Komt-ie, hè? Ik ben benieuwd. Oh ja, heel cute. Dit was toch echt bij jou? Ja. Zoiets heb jij toch al? Ik heb een keer zoiets aan Josie gegeven, maar een andere kleur. Echt heel cute. Toch? Zag je niet meer van zulke? Nee. Heel cute. Maar het is echt cute, toch? Dit is wel echt precies maar mijn stijl ook. Ja. Ja. En toen had ik... Oké, maar dit... Ik snap niet waar dit voor is, maar ik vond het zo mooi. Dit is voor jus. Ja toch? Dat is zo'n jus ding. Echt? Maar ik dacht, doe de bloemen in gravy. En dan doe je het zo over je baked potatoes. Oh. Maar ik vond het echt een mooie. Ja, ik maar vind het ook mooi. Misschien om iets anders in te doen. Ja, geen jus. Nee, gewoon... Ik dacht, je kan er... Bloemetjes? Bloemen, kaarsen. Nee joh, kaarten. Kijk, dit is echt zo'n schenkding. Ja, maar wat moet je erin doen dan? Jus. Limonade, ja dat snap ik. Maar voor jou, je eet toch geen jus? Nee. Nee. En ik maar deze is wel echt heel cute. Pretty, hè? Ja, heel mooi. 3 euro en deze is 4. Maar ja, ik wist al dat het niet zo leuk. Ik had deze tas. Oh ja. Maar ik hou niet van zo'n korte. Oh jawel, dat is juist leuk. En dat is makkelijker, zeg het winkelen en zo. Ik vond deze echt pretty. Je pasjes past erin. Maar ik dacht misschien, want... Ik vind echt zo'n tas voor jou, maar ik vind... Ik zou hem dragen. Ja? Maar het is leer waarschijnlijk. Dus dat... Oh, ja dan niet. Josie en ik wilden allebei voor elkaar, zeg maar, een ding daar pakken. En we vonden dus dit. Deze. Zo cute toch? Is het een whiskyglas? Ja, want het is zeg maar... Echt pretty. Maar je kan er ook een kaars in doen. Je kan zelfs kaars hierin smelten. Ik heb ook gewoon wat wax. Dat kunnen we wel een keer doen. Oh my god, ja. Ik zou dan deze of zo nemen. I like it wel. Het is hier echt heel koud. Mijn handen vriezen eraf. Het kader zoeken die ik aan Josie wilde geven. Maar ik vond het echt te groot, zeg maar. Dus ik heb het gelaten. Deze. Ik vond hem zo mooi, zo oud. Oh ja. Maar ja, we hebben net... Het is vet groot. Dat wilde ik geven. Oh ja, het is ook wel leuk. Laten we nog een ronde samen. Ik ga even vragen hoeveel deze kost. Iedereen is gone. Ik doe hem gewoon even in de mand dan. Is dit een wierookding, Joes? Echt pretty. Wat is het? Een wierookding, of niet? Waar doe je dat ding? Dit is een schoenlepel volgens mij. Ik denk al. Wel fancy hoor. Toch? Hoe mooi was het als een wierookding? Oh, dat is ook leuk. Die soort die cocktail. Martini glazen. Ja, I like it, I like it. Huh? Kijk, ik zag echt zoveel van dit soort dingen. En dat vind ik echt iets voor jou. Ja. Maar wat moet je ermee? Ik moet wel zeggen dat ik het best een dure kringloop vind. Want voor zo'n pot heb ik ook echt voor 50 cent gezien. En hier zijn er 5 euro. Oké, ik heb net gevraagd. En de kader is 4. Dus die gaat mee. Ik vind het niet leuk om neer te zetten. Ja, vind ik echt leuk. Jij die toch? Ja, nee, ik heb er gewoon een van de hele. Hoeveel is deze? Oeh. Deze is wel echt oud. 6 ja. euro. Echt super leuk. Maar ja. Waar zet ik het neer? Ja, yeah, I like this a lot. Maar ik heb geen plek. Als ik een nieuw appartement heb, dan mag je die. Ja, dan ga ik heel veel dingen bij de kringloop doen. Maar wacht even, waarom is er nog parfum voor 3 euro? Kijk hoeveel films en dit deze. Dat is wel leuk. Dit is gewoon van de Xenos toch of zo? Ja, lijkt wel zo. Misschien al ouder. Ja. Ik heb het hier zo koud. Het is hier zo... Ja, we moeten nog shooten. Ja. Dit is ook echt iets voor jou eigenlijk. Zo'n soort. Niet dit, maar zo'n soort. Misschien ooit als ik een tuin heb. Ja. Het is wel een beetje Venice Beach-achtig. Ik vind het echt leuk. Lekker scherp ook. Oh my god. Ja. Hoe vond je het hier? Ik vond het echt leuk. Ik weet niet eens hoe het heet. Kringloop Rotterdam? Ja, aan de Gordelweg. Aan de Gordelweg. Oh, had je die al gezien? Wow. Nee. Daar. Oh my god, kijk een bonbon. Een neppe. Oké, ik ga denk sowieso het kader nemen. Ja. Wil jij deze? Want ik heb zoveel kopjes, Josie. Maar ik weet niet echt wat ik ermee moet. Want ik vind hem wel heel cute. Ik vind hem ook echt heel mooi. Maar het is, ik drink altijd hele grote mokken thee. En dan staat hij ja. Dat is ook wel ik weet niet hoeveel dit kost. Dan maar ik vind hem wel leuk. Dan moet je even vragen. En dit vind ik leuk, maar wat moet ik hiermee? Nou, ik weet ook niet wat het is. Het is wel leuk, maar... Het is echt leuk, maar ik weet niet wat het is. Nou, toch best geslaagd. Oké, nou, we zijn weer terug in de auto en we're freezing. Jij bent vooral geslaagd. Ja, ik ben geslaagd. Dus ik heb het kader gekocht en toch een
kopje met zo cute. Ja. Ik ga er even wat anders mee doen dan koffie eruit drinken. Dus ik ga gewoon iets cute mee doen. En oh my god, I'm so cold. Oh. Dus dit was de video. En ik hoop dat je het leuk vond. En morgen komt er weer een video online. Dus ja. Yeah. Thanks for being my video. En ik zal het YouTube kanaal van Josie ook eventjes in de beschrijving zetten. Okay, dan kun je dat checken. Leuk. Oké. Doei.